we verder met de ontwikkelingen en een beloning in Zwolle. Eind februari ontploften twee handgranaten aan de Hanselaarmaten, midden in een woonwijk in Zwolle-Zuid. Er raakte gelukkig niemand gewond, maar er raakten wel meerdere woningen en auto's beschadigd. Er lijkt een duidelijke link te zijn met een andere bedreiging afgelopen oktober. Toen werd een handgranaat aan de deur van een café in Zwolle geplakt, door deze nog altijd onbekende fietser. Een eigenaar van dat bewuste café aan de Voorstraat bleek aan de Hanselaarmaten te wonen. Het lijkt dus om een zeer gerichte actie te gaan. Ja, de politie heeft al wel tips gehad. Onder andere is er een naam genoemd van degene die handgranaten aan dat café hing. En ze krijgt ook signalen over waarom deze incidenten zouden zijn gebeurd en wie daar verantwoordelijk voor zouden zijn. Maar de gouden tip is er nog niet. En om mensen hopelijk zover te krijgen dat ze hun verhaal ook echt bij de politie gaan doen, is er nu door justitie een beloning uitgeloofd van 10.000 euro voor de tip die dit gaat oplossen. Dat tippen mag ook vertrouwelijk bij het team Nationale Inlichtingen.